de derde plaats in deze uitzending staan de Eastern Aces, vier Nederlanders van Indonesische afkomst. Zij leenden zich ook tot een kort maar openhartig interview. Eastern Aces, hoe lang bestaat deze formatie? 2 jaar. En van waar komen jullie? We komen uit Indonesië. En wat hebben jullie voor die 2 jaar gedaan? Nou, gewerkt. Welk werk? Nou, ik bijvoorbeeld als machinist op schip. En die andere jongens, moet ik zelf vragen, dat weet ik zelf niet. Geen muziek? Ja, amateur. Amateur. Weekend spelen en zo. En jij? Ik heb er helemaal niks aan gedaan. Ik heb dus alleen thuis gestudeerd. En voor de rest was ik reclame tekenaar en ambtenaar. Dat ambtenaar? Was, ja. In Nederland? In Nederland, bij de posterij. En jij, geen muziek? Ja, ik heb ook muziek gemaakt van tevoren. Maar ook ambtenaar geweest. Bij het ministerie. Ambtenaren die muzikanten zijn geworden. waar hebben jullie overal gespeeld? Nou, een paar jaar in Duitsland. En Frankrijk, België, Zwitserland. Bijna overal. Bijna overal. En nu in België? In België. Bevalt het u? Zeer goed. Hoe lang blijven jullie? We blijven hier een week in Oostende. En daarna? Gaan we op vakantie. Voor 3 weken gaan we naar de Côte d'Azur. Komen jullie terug? Hopen. Dat weten we nog niet. Nog geen bepaalde contracten? Hier voor Oostende, nee, nog niet. En voor de rest van België? Voor de rest van België, ja. In Brussel komen we terug in Brussel. In oktober komen we in Brussel terug. Is het feit van kleurling te zijn een voordeel voor jullie in Europa of een nadeel? Nou, dat is moeilijk te zeggen. In dit beroep geloof ik dat het een voordeel is. Omdat men dus vaak blanke muzici ziet die desondanks goed zijn. Maar men gaat dus liever naar buitenlanders kijken die misschien minder goed zijn. Maar dat schijnt een attractie te zijn voor de mensen.